Jeetje Norbert, jij hebt Lalekul geregeld. Of in ieder geval in jullie bibliotheek. Ja, dat team heeft het goed gedaan. Ja, Lalekul. Ja. En dan haal je heel veel op je hals. Dan haal je heel veel op je hals. Oh ja? Ja, nou, nee, ja. Prachtige schrijver. Ja. Het dilemma, hè, als iemand als schrijver zo'n bijzonder boek heeft geschreven. En mensen daar heel veel kritiek op hebben in Nederland. Ja. Maar dat er ook heel veel mensen zijn die dat zo ontzettend goed vinden dat ze dat gedaan heeft. Dan is het prachtig dat je zo'n dag kunt organiseren om haar hier te hebben. Ze was 23 toen Ik ga leven uitkwam. Mooi. En is in 2,5 jaar tijd uitgegroeid tot een van de bekendste schrijvers van Nederland. Nou ja, in de bibliotheken ook. Een van de meest uitgeleende boeken. Dus een graag gelezen Nederlander. Dat is prachtig, toch? Ik ben heel benieuwd hoe zij ook als persoon is. Ja, nou, dan heb ik toch wel het idee dat zij wel een... ze is wel een hele aardige en sympathieke persoon. Zeker. Maar met een grote last die ze meesleept. Dat snap ik wel, ja. Ja. Nou, we gaan het meemaken. Gaan het boek Ik ga leven. En wij hebben als bibliotheek de aankondiging gedaan. Ik wil leven. Ja, dat is net iets anders. Maar dat past wel bij elkaar, hè? Ik ben ook heel benieuwd naar haar nieuwe boek, waar ze nu mee bezig is. Ja? En hoe ze de druk ervaart als bekende Nederlander. En je hebt ook wel weer een poging gedaan om haar gedichten uit te laten zoeken die haar favoriet zijn. Ja, ja, ze gaat gedichten voorlezen, denk ik. Ik probeer dat. Ja? Het wordt weer een hele leuke Wat de Biep met Lalekul. We gaan beginnen. Wat de Biep. Hey! Dit is een podcast van de West-Friese Bibliotheken en Bibliotheek Waterland. Want de Biep doet meer dan je denkt... Wat de Biep. Ja, we zijn er weer en we hebben een fantastische gast. We hebben een hele geweldige gast. Lalekul, welkom. Dankjewel. Lale is hier in het kader van de Boekenweek. En jullie hebben me gevraagd om mijn favoriete gedicht voor te lezen. Nou, ik hoefde niet lang te zoeken. Dat is van Toon Hermans. Die heb ik eigenlijk niet bewust meegemaakt. Maar als ik zijn gedichten lees, dan heb ik toch zoiets van... Ik kan er weer tegenaan. Dus dit is één gedicht van hem en dit is wel mijn favoriet. Geluk is geen kathedraal, misschien een klein kapelletje. Geen kermis, luid en kolossaal, misschien een carouselletje. Geluk is geen zomer van smetteloos blauw, maar nu en dan een zonnetje. Geluk, dat is geen zeppelin, het is hooguit een ballonnetje. Ja, ik vind deze gewoon prachtig. Super het is schattig prachtig en leuk. Het is Toon Hermans ten voeten uit. Ja, precies. En heel veel mensen om mij heen die pesten me een beetje omdat hij niet intellectueel zou zijn. Het is een beetje tegeltjeswijsheden. Maar ik zeg altijd tegeltjeswijsheden en clichés zijn niet voor niks tegeltjeswijsheden en clichés. Ja, precies. Dus ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk. En het volgende gedicht van hem, dat heet Wereld. We weten het allemaal, het is er een bende. Het is er te eng en te vijandig en te vol. Het is een hoofdzaak grote rotzooi en ellende. Op onze groene, blauwe, grijze, grauwe bol. Het is haat en nijd elkaar de pas afsnijden. En door de steden raast een ruksigloos geweld. Maar of we vloeken, vechten, vallen, lachen, lijden. Er staan altijd weer boterbloemen in het veld. Er zijn nog immer die momenten van vervoering. Al lijkt dat bolletje ook nog zo negatief. Tussen de puinhopen schemert altijd de ontroering. Van mensen die nog zachtjes zeggen, ik heb je lief. Nou, ik heb je lief. En zo moet het zijn. En dat is Toon Hermans. Nou, en het gaat over positief. Ja. Dus we stellen een vraag direct. Hoe gaat het met je? Het gaat heel goed op dit moment. Ik ben net terug uit Zuid-Spanje. Ik heb een week lang 26 graden zon gehad. Dus het kan niet beter op dit moment. Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Dat is goed. En je gaat bij ons in de bibliotheek een lezing houden. Ja. We gaan je een interview afnemen over jouw boek. Dat is wel vaker gebeurd. Ja, zeker. Hoe kijk je naar dat soort interviews, naar dat soort gesprekken? Het verbaast me altijd hoe slim lezers zijn. En hoe bijvoorbeeld als ik voor studenten sta en zo, dan komen ze met zulke scherpe vragen dat ik denk, jeetje, dat... Ik raak daar wel van onder de indruk. En het gaat echt van politiek tot aan maatschappij. Het blijft ook niet per se bij dat verhaal alleen of zo. En dan gaat het over religieus onderwijs en integratie en weet ik veel wat. En dat vind ik allemaal heel interessant, dat het ook breder wordt opgepakt. Dus ik vind het altijd heel leuk om geïnterviewd te worden, interviews te geven, om met mensen in gesprek te gaan die... Ja, mijn boek hebben gelezen en dat zijn er nogal wat. Dus ik vind het altijd wel interessant van wat haal jij er eigenlijk uit? Ja, en dat is bij iedereen echt iets anders. En wat vind jij dan een hele scherpe vraag van een jongere? Nou, dan
zeggen ze van, je hebt dit geschreven en in welke literaire stroming denk je dat je past en hoe zie jij dat al? En dan denk ik van, ja, dat gaat al zo diep, weet je wel. En of op welke politieke partij zou jij stemmen aangezien je zo'n boek hebt geschreven? En ja, ik vind dat ze wel verder nadenken dan het verhaal zelf, zeg maar. Ik vind jou zelf ook heel erg maatschappelijk betrokken. Ja, dat ben ik ook wel. Ja, je schrijft ook prachtige columns in het Parool. Je vertelde me inderdaad dat het lezerspubliek van het Parool 65 plus is. Ja. Terwijl je eigenlijk heel veel jongeren kennen jou. Ja, eigenlijk wel. En daar is het Parool ook heel erg mee bezig. Van ja, die papieren krant, we willen niet dat dat uitsterft over 10 jaar, zeg maar. En hoe houden we dat in leven? Niet per se de papieren krant, maar ook de digitale krant. En hoe kunnen we de jongeren aan ons binden? En die vragen leggen ze ook wel eens bij mij neer. En ik doe echt mijn best door het op Instagram en zo te delen. En ik krijg ook wel berichten van, voor jouw columns ben ik geabonneerd. Normaal lees ik echt geen krant en zo. En dat doet me natuurlijk wel wat. En ja, ik hoop dat ik toch genoeg mensen weet te interesseren. Ja, want je bent in korte tijd een bekende Nederlander geworden. Ja, half bekende Nederlander, zeg ik altijd. Ja, dat is wel zo. En wat vind je daar dan van? Best een verantwoordelijkheid, denk ik ook wel. Ja, het is. Ik vind het zelf niet per se leuk of zo. Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar het gaat om je boodschap. En in die column van 2 weken geleden ben je ook heel lovend over de bibliotheek. Ja, ja. Dat is, ja, ik ben sowieso, ik noem mezelf altijd ambassadeur van de bibliotheek. Omdat ik. Zijn wij blij mee? Ja, het is. Ik heb zoveel te danken aan de bibliotheek. Als de bibliotheek er niet was, was ik nu echt iemand anders. Dan. Leg dat voor ons eens wat meer uit. Ja, kijk. In mijn tijd, ik ben van 97 en dat klinkt alsof ik een oma ben of zo, maar dat is het niet. Maar, nou, het valt wel mee. Ik ben van 57, dus maak je geen zorgen. Ja, precies. Dus het is allemaal, kijk, sociale media en alles en Netflix en dit, dat. Dat is allemaal nog heel recent. Recente geschiedenis. En in mijn jeugd had je die dingen niet. Ik had geen internet thuis. Dus ik had ook geen Netflix en weet ik veel wat. En ik had geen smartphone. Ik heb gewoon nog die dikke Nokia's en zo meegemaakt. Dus in mijn jeugd was het buitenspelen of je ging naar de bibliotheek. En heel veel mensen kozen voor buiten spelen. Nou, ik had dat na een uur wel gezien. En ik zocht wat meer verdieping. En ook iets waarmee ik mijn taal kon ontwikkelen, waarmee ik mezelf kon ontwikkelen. En dat kon in de bibliotheek, want het was gewoon een oase aan kennis, verhalen, avontuur. Alles wat ik wilde, zeg maar, op de planken eigenlijk, gratis. Ja. En ik kon ook nog eens een half uurtje per dag op de computer in die tijd. En ik kon een chocomelletje uit de automaat halen. Nou, mijn dag kon niet meer stuk. En het was gewoon helemaal gratis. En dat was ook heel belangrijk, want ja, mijn ouders die zouden echt niet betalen. Dus daar hadden ze ook helemaal geen geld voor. En ik heb toen zoveel, ja, eigenlijk die boeken helemaal opgeslokt. Dat mijn taal is ontwikkeld. Dat ik, ja, verhalen buiten mijn omgeving, buiten mijn eigen belevingswereld op die leeftijd ook, ja, daar kennis mee kon maken. En ja, dat ik mezelf op die manier heel erg kon ontplooien. Goed. Ja, mooi, nou, dat mooi is, om te dat, horen. Ja, dat is echt waar de bibliotheek voor staat. En weet je ook wat het eerste boek is wat je een beetje gelezen hebt? Of de eerste boek of schrijvers die jou misschien op de basisschool hebben gepakt of geïnspireerd? Volgens mij was dat Paul van Loon. Weerwolf. Ja, zoiets inderdaad. Ja, zoiets. Ja, inderdaad. Goed, en met Carrie Slee. Leo en Naura. Mooi hoor. Ja, en Carrie Slee afblijven, geloof ik. En Francine Omen, hoe overleef ik natuurlijk. Heel die reeks binnen een week uitgelezen of zo. En echt al die cliché jeugdboeken, zeg maar. Op een gegeven moment ben ik ook naar de medewerker in de bibliotheek gegaan. Ja, ik heb alles van de B-boeken uit, mevrouw. Heeft u wat anders? En het was ook niet zo'n hele grote bibliotheek als hier, bij jullie. Dus toen zei ze van, ja, dat heb ik nog nooit gehoord van iemand. Ze geloofden het ook bijna niet, geloof ik. Prachtig, hè? Leuk om te horen. En het belang van de Boekenweek, want het is nu Boekenweek. Ik denk dat je deze week dan ook wel heel druk hebt. Nee, dat valt wel mee. Oh, dat valt wel mee. Maar het belang van de Boekenweek en de Kinderboekenweek, dat zal je ongetwijfeld ook wel meegekregen hebben. Ja, het is toch, kijk, elke week waarin het boek in de aandacht komt, waarin het een beetje meer centraal staat, waar mensen ermee bezig zijn, vind ik goed. Ik heb ook in België een boekenbeurs meegemaakt. Dat hebben wij hier niet, geloof ik. Ja. En dat was ook, ja, hele gezinnen gaan er naartoe. Stripboeken, stapels stripboeken en van alles nemen ze mee. En dat is dan een heel cultuurdingetje daar, dat je met de hele familie naar een boekenbeurs gaat. En van alles. Geweldig, hè? Ja, dan staan er ook schrijvers die hun boek aan het pitchen zijn bij mensen en zo. Alsof ze echt een product aan het alsof ze een stofzuiger aan het verkopen zijn, zeg maar. En dat hebben wij hier niet, maar ik vond het wel leuk. Ja, het is schitterend. Ja, ik ken het fenomeen. Antwerpen heb ik die boekenbeurs een paar keer meegemaakt. Ja. Ja, dat is inderdaad gewoon iets wat Nederland helemaal niet kent. Waarom hebben we dat hier niet? En vanuit de bibliotheek hebben we dat ook niet, Norbert? Nee, maar we zijn in de bibliotheek natuurlijk steeds meer op zoek en onderweg om echt wel dingen te vinden
vinden die ook gezinnen binden. Ik vind het ook wel leuk dat jij in je columns inderdaad ook die bibliotheek aanhaalt. En dat jij ook je heel erg zorgen maakt om de ontlezing. Hè? Dat, ja. Daar zijn we met z'n allen bij en we zien het ook wel gebeuren. Hè? Dus ik denk dat dat ook goed is om steeds meer als bibliotheek na te denken over hoe kun je mensen meer bij boeken betrekken. Maar zo'n boekenbeurs in België is ook het initiatief van de uitgevers. Hè? Dat is een hele grote groep uitgevers die dat gewoon in leven brengt. Doen we daar in Nederland te weinig aan dan? Want we zijn heel druk bezig. Misschien wel. Overheid willen ze nu weer in elke plaats een bibliotheek. Dat is echt weg bezuinigd. Ja. Er is nu structureel meer geld voor bibliotheken beschikbaar gesteld. Ja, en ja, je hebt bijvoorbeeld op TikTok heb je nu boektokkers. En dat schijnt dat zij zo populair zijn dat ineens jongeren weer aan het lezen zijn. En ik had ook gelezen in de krant dat zoveel procent van de jongeren echt alleen maar Engels leest. Dat vind ik dan ergens wel jammer, want ik ben wel liefhebber van de Nederlandse taal. Maar ik denk tegenwoordig, ja, als ze maar lezen. Ik ben eigenlijk echt al blij dat ze lezen. Want er is gewoon een strijd om de vrije tijd eigenlijk. Hè? Ja. Dus je hebt tegenwoordig de bioscoop in je telefoon. Je hebt Pathé thuis, weet je wel. Je hebt Netflix, Disney+. Je hebt zoveel streamingsdiensten. Je hebt voor iedereen wat. Je hebt de vloggers op YouTube. Je hebt de Instagrams en de Facebooks en de TikToks. Waarbij je filmpjes consumeert van 10 seconden achter elkaar. En, Zie je daar verschil in je generatiegenoten? Ja, sowieso. Als ik zie dat hoe mijn zusje zeg maar met social media hoe en zo omgaat. Hoe oud is zij nu? Zij is nu 12 en ze gaat naar de brugklas. En ik zie bij haar, ik bespeur geen interesse voor boeken, zeg maar. Dat vind ik zo jammer. Heeft ze jouw boek gelezen? Nee. Zij leest echt alleen maar als ze een boekverslag moet maken. En zelfs dat doen ze tegenwoordig met scholieren.com en samenvattingen. Heel veel studenten die sturen mij ook mails met... ik moest 12 boeken lezen voor mijn HAVO mondeling. En eigenlijk heb ik alleen die van jou uitgelezen en de rest samenvattingen uit mijn hoofd geleerd. Weet je wel, dat soort berichten. En als je dan denkt van moet ik hier blij mee zijn? Maar dan zet je in je column Roald Dahl. Ja. Ja, dat is dan denk ik bij die generatie ook niet echt een bekende schrijver meer. Nog steeds wel, met een aantal titels. Ja, ik heb natuurlijk hem besproken omdat hij vooral in het nieuws was vorige week. Omdat hij volgens mij woorden uit zijn boeken wilde veranderen. Zodat het minder beledigend zou zijn. Nou, op zich heb ik daar niks op tegen. En ik vond ook die ophef misschien wat overdreven. Ik bedoel, als hij dat wil, dan moet hij dat gewoon doen. De conclusie van mijn column was ook... Weet je, het maakt mij niet eens uit welk woord erin staat als mensen maar een boek oppakken. Of het nou Engels is, Nederlands is, of er nou beledigende woorden in staan of niet. Ik ben al lang blij als de jeugd vooral gewoon weer leest en ook inziet dat lezen ook ontspannend is. Dat het niet een moetje is. Zeg maar. Dat is de essentie, hè? Dat je leest en dat je doordat je leest, dat je ook meer vaardig wordt... Ja. Om met taal om te gaan. Hè? En ik snap wel wat jij zegt, dat Engels. Wij zien dat ook. Hè? Veel jongeren zijn inderdaad op zoek naar Engelse boeken. Ja. Maar aan de andere kant zie je wel dat doordat ze inderdaad Engelse boeken lezen, worden ze wel leesvaardiger. Ze zijn wel meer bezig met het boek op zich. Dat is natuurlijk wel een interessante beweging. En ik denk ook, kijk, Engels heeft gewoon veel meer te bieden. Young adult is daar gewoon heel populair. Met John Green en zo. En in Nederland hebben we niet zo'n young adult. Ja, je hebt zeg maar jeugdboeken en dan gaat het alweer naar volwassen literatuur. Ja. Dus dat is misschien een soort... Dat is wel leuk in die podcast met Anouk en Ellen. Dat daar echt wel een kloof te overbruggen is. Maar dat er ook best wel iets van die young adult boeken toenemen. En we hadden de podcast met Lisa en met Amber en twee jongeren in de West-Friese bibliotheek. Dat ging ook over dat stuk young adult. Ja. Toen hebben we vele woorden geleerd over wat de jeugd leest en wat voor soort boeken we allemaal qua categorie. LHBTQ-boeken die in opkomst ook, zijn ja. Onder de generatie middelbare scholieren. Ja. Dat vond ik ook wel een hele bijzondere. Er zijn wel veel thema's die de jongeren ook bezighouden inderdaad. Dat klopt. Ja. Lale, jij gaat vandaag over jouw boek Ik ga leven geïnterviewd worden. Maar je hebt inmiddels ook een ander boek geschreven. Ja, ik ben ermee bezig. Ik zit nu op 54.000 woorden. Mijn eerste boek was 100.000 woorden. Dus ik weet nog niet hoe dik het gaat worden. Maar ik denk dat ik ongeveer op de helft ben, zeg maar. En dat het, ik hoop, eind dit jaar klaar is. Ik zit één dag in de week op de uitgeverij en dan zit ik in zo'n hok en heb ik helemaal geen afleiding. En dan zit ik daar van ochtend tot avond te schrijven. Ja, ik ben er hard mee bezig. Dat wordt een vervolg op dit boek. Dat wordt een vervolg op dit boek. Ja. En kun je ons een beetje meenemen in wat dat vervolg eigenlijk betekent, wat het inhoudt? Ja, kijk, dit boek eindigt met de hoofdpersoon, Bushra noem ik die. Ja. Maar het gaat eigenlijk over mij. En die besluit op een gegeven moment, ik weet het allemaal niet zo goed. Ik ga het uitmaken met mijn vriendje, want uit huis gaan durf ik niet. En ik ga mijn hoofddoek toch wel afdoen. En ik ga in opstand komen tegen iedereen in mijn familie die het niet met me eens is. En die
die ze als onderdrukkend ervaart. En daar eindigt het boek mee. Maar heel veel mensen die sturen mij een bericht van... het is zo spannend, het is een open einde. Ik wil wel weten wat Bujra daarna gaat doen. En daar ga ik op in van hoe is dat leven in vrijheid? Bevalt dat Bujra heel goed? Of heeft ze toch ook wel een verlangen naar dat oude en bekende? En, of helemaal niet? En hoe gaat ze om met het BN'erschap? Bekend zijn, media, interviews. Dat zijn toch wel dingen waar heel veel mensen benieuwd naar zijn. Dus dat probeer ik dan op een zo vermakelijk mogelijke wijze op te schrijven. Ik probeer er wel heel veel humor in te stoppen en... ja, dat het wel echt een leuk boek wordt. Dat geeft je ook een gevoel van vrijheid, humor? Ja. Ik denk dat het toch... vooral als je een zwaar onderwerp bespreekt... als leven in een patriarchale cultuur... gelovig, conservatief, et cetera. En dat is dan van kaf tot kaf... is dat eigenlijk één bak ellende. Maar dat is niet altijd prettig om op die manier te lezen natuurlijk. Dus ik zou er wel gewoon wat meer luchtigheid in stoppen... zodat de lezer ook af en toe moet lachen. Omdat... ja. Zeker, dat heb ik ook zeker gedaan bij Ik ga leven. Dat ik echt af en toe een glimlach had. Dat ik denk van wauw, wat knap. Dat je dat op zo'n manier kan beschrijven. Maar je kreeg ook wel commentaar op je schrijfstijl. Terwijl ik dat juist alweer heel dicht bij jou vond staan. Ja, als je een hele grote lezerspubliek hebt... kun je het eigenlijk nooit goed doen. Want van de ene lezer krijg je dat als feedback... en van de andere dat. Dus ik heb dat ook helemaal losgelaten om daar... iets van aan te trekken. Want de ene zegt van ja, sorry, ik geef les op een VMBO-school... en ik wilde heel graag jouw boek bespreken, maar niemand verstaat er wat van. Omdat het hele lange, complexe zinnen zijn. Moeilijke woorden, onnodig. En ik volg op zich die kritiek wel. Soms denk ik ook van ja, het komt wat minder. Aan de andere kant zijn er mensen die zeggen ja, hou dat vooral zo. Want ik vind het juist vermakelijk... dat zo'n jong iemand daar toch mee speelt en dat probeert. En dat vind ik juist gedurfd. En lef heeft. Ja, precies. Dus het is echt zo verschillend van iedereen. En je moet gewoon doen wat je wil. Hier in de bibliotheek zijn volgens mij 10 exemplaren van jouw boek... die continu uitgeleend zijn. Oh. Zeker. Ik zag jouw filmpje van voor de OBA... dat jouw boek het meest uitgeleende boek was in 2022... bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Nou, toen hebben we dat hier ook gecheckt en in ons jaaroverzicht meegenomen. Ja. Het is een topper. Ook het luisterboek doet het heel erg goed. Ja. Nou, misschien voor de luisteraars... want deze podcast gaat altijd over de achtergrond van de bibliotheek. Hè? Ja. Maar nou ben jij schrijver... Ja. Jij bent op een gegeven moment op een bepaalde manier ben je geïnspireerd om jouw verhaal neer te zetten. En dan ga je schrijven, dan vertrouw je wat je voelt aan het papier toe. Ja. Maar wat is nou eigenlijk dat proces voordat een boek uitgegeven wordt? Hoe heb jij dat ervaren? Waar ga je doorheen? Het begint sowieso met het manuscript opsturen en überhaupt hopen dat iemand erop reageert. Hoe ging dat in jouw geval? Nou, in mijn geval ging dat vrij niet representatief, zeg maar. Want ik mailde gewoon Mai Spijkers zelf. Dat was de baas van de uitgeverij. Dat had ik gegoogeld. Had ik gegoogeld en ik dacht, oh ja, dat lijkt me wel een prima uitgeverij. Zit hier in Amsterdam op de Herengracht. Ik doe die wel. En toen had ik gewoon gemaild. En een dag later had ik een mail terug met kom maar langs om 12:00. Maar dat gaat normaal niet zo. Dat hoor ik ook van iedereen. Tuurlijk. Je kan soms maandenlang helemaal niks horen. Ja. En dan stuur je het naar 9 uitgeverijen tegelijk. En dan hoor je helemaal niks. Of je krijgt geen eens reactie op wat er dan niet goed aan is. Of et cetera. Dus ik had gewoon heel veel geluk daarmee eigenlijk. En toen kwam ik langs. Had de redacteur het al gelezen voor 3/4 geloof ik. En die geloofde er wel in. En ja, Mai Spijkers zei, hier heb je een contract. Dus dat was gewoon vrij snel allemaal. En ik maar had gewoon dat contract tekenen, want ik was gewoon blij dat ik als nobody van 23 toen een boek uitgegeven kon krijgen. En dan begint het proces van wat wil je erin houden, wat gaan we eruit schrappen, hoe gaan we de volgorde doen, bladzijden, nummering, wat voor lettertype wil je, hoeveel bladzijden wil je dat het wordt, et cetera. Dus dat ga je dan doen. Gaat er nog een persklaarmaker overheen, die alle punten, comma's, foutjes, et cetera, eruit haalt. Dan is het de titel en de kaftfoto kiezen. Nou, daar was heel veel oneenigheid over, want ik wilde eigenlijk helemaal geen foto van mezelf. Dus dat zou eerst een tekening worden. Nou, dan moet er een tekenaar bij komen. Die leverde elke week wat in dat ik dacht, nee, ik voel het gewoon niet. Op een gegeven moment was er een zwarte vrouw getekend. Toen dacht ik, ja, maar ik ben helemaal niet zwart. Dus ja, het ging allemaal helemaal... het ging echt elke keer een beetje mis met die tekenaars. Dus ik dacht... En toen was de deadline alweer bijna dat het, zeg maar, naar de drukker moest. En toen dacht ik, ja, doe dan maar mijn foto, weet je wel.
En de titel moest komen. Ja, wat is nou een goede titel? Daar dacht ik een dag over na. En samen met de redacteur hadden we besloten dat soort Ik ga leven. En toen ging het eigenlijk naar de drukker. De hele uitgever is heel organisch gegaan. Vanaf het eerste mailtje tot de ontwikkeling tot de uitgave van je boek. Ja, in mijn geval is dat allemaal heel soepel en snel gegaan. Ja, inderdaad. En ik had ook al, normaal ga je bijvoorbeeld, heb je pas een hoofdstuk geschreven en ga je dan al naar een uitgeverij. Ik had bijna het hele boek af en toen pas ging ik. Dus dat is ook per schrijver echt heel anders. En je gaat meestal meerdere uitgeverijen rond en dan ga je onderhandelen of zo. Of kijken waar je goed bij voelt. Dat heb ik ook allemaal niet gedaan. Nee. Dus dat is allemaal heel, Moest gewoon zo zijn, denk ik. Ja, precies. Ja, precies. Ja. We hebben een paar cadeautjes voor je, want we gaan nu naar de afronding toe. Want je begint straks met je lezing en er staat straks een publiek op jou te wachten. We hebben twee cadeaus voor je. Deze bibliotheek is heel bijzonder. Want het is de enige bibliotheek in Nederland die een Ken je biepspel heeft. Oh, en dat echt? Is Ken je biepspel, dat is het spel waarbij alle vestigingen hier in Waterland op een speelbord staan. Met allemaal vragen over de bibliotheek. Oh. Het is een soort triviant. Je speelt het met een paar mensen en je krijgt vragen over de bibliotheek. En dan is de bedoeling dat je de bibliotheek beter leert kennen. En vragen over wat Biep de podcast. Die zit en er over er wat de Biep de podcast zit er ook in. Het is eigenlijk een soort ganzenborden. Je eigen spel gemaakt. Ja, okay, zeker. Ja, dus die geven we je mee. Dan dankjewel. Zie je misschien heel veel meer van het bibliotheekwerk dan je ooit dacht dat de bibliotheek deed. Ik denk wel dat ik heel veel weet, maar... Ja, geloof ik wel. Dus ja. We zien hem graag ook terug op je Instagram. Ja, komt goed. Ja. Ik heb ook een boek voor je meegenomen. Dat is een boek van een Spaanse schrijfster. Julia Navarro. Ik weet niet of je haar kent. Je komt net terug uit Spanje. Ja, maar ik ken de schrijvers nog niet, helaas. Nee. Julia Navarro is een hele bekende schrijfster. Heeft internationaal veel boeken verkocht met Zeg me wie ik ben. Dat gaat over dubbelspionage. Maar in dit boek, dat is haar meest recente boek, is net een half jaar uit of een half jaar vertaald. Een van de nichtjes van de hoofdrolspeelsters, die deed me heel erg aan jouw verhaal denken. Aan Ik ga leven. Nou, pak het maar even uit, anders is de titel misschien verkeerd. Dankjewel. Heel mooi ingepakt. Even kijken hoe dat boek heet. Dat is wel mooi, hè? We horen nu voor het eerst in de podcast hoe een boek uitgepakt wordt, hè? Dat is mooi, hè? Ja, je hoort zelfs het... krijgt niet elke spreker van jullie dit cadeau? Nee, zeker niet. De minister heeft dit spel wel. Dus als je bij Dennis Wiersma bent, kan je vragen of hij het Ken je biepspel heeft gespeeld. Vanuit het niets in Julia Navarro. Dat gaat inderdaad over ook een meisje wat in Parijs woont en zich ontworstelt uit de cultuur van haar ouders. Het is een heel ander verhaal, maar ik hoor graag jouw boekrecensie of ik lees het misschien een keer ergens terug. Ik vond het in ieder geval bij jou passen. Oh ja, ik zie ook bestseller-auteur van Zeg maar wie ik ben. Ik ken haar helemaal niet. Nou, dan hebben we in ieder geval een verrassing, want ik hoor dat jij in de bibliotheek bijna alle boeken had gelezen. Dan ben ik blij dat ik een schrijfster heb gevonden die jij nog niet kent. Ja, van de jeugdboeken. Hè? ik zou willen dat ik alles van de volwassen literatuur had gelezen. Dat is helaas niet zo. Nee, maar ik ben heel benieuwd, want het is inderdaad in Nederland is het niet zo bekend. Ik moest echt in de boekhandel gaan kijken van, hé, waar hebben ze iets? Maar internationaal is het een hele bekende auteur. Oké. Nou, dan zijn we toch aan het einde van deze podcast, Sylvia. Want we gaan naar de lezing die Lala gaat geven. Ja. Ik vond het ontzettend leuk dat je hier wilde zijn. Dat je onze gast wilde zijn. Ik ook. Mag ik ook nog een boek tippen aan de luisteraars? Ja, natuurlijk. Deborah Feldman, Unorthodox. Unorthodox. Ja, heel goed. Mooi boek. Deborah Feldman, Unorthodox. Die gaan we hoog houden. Zeker. Ja. Nou, dankjewel Lale Kuhl dat je bij ons in de podcast wilde zijn. Wat de Biep, ik ben Sylvia Bakker, host van deze podcast. Samen weer met Norbert van Halderen hebben we weer een geweldige introductie ook weer gedaan naar deze boekenweek. En we hebben de technische ondersteuning van Menno en van Sharon. Dus we hebben weer een compleet team vandaag met als prachtige gast Lale Kuhl. Fijn dat je er was. Dank jullie wel. Ik kijk heel erg uit naar de lezing zo meteen. Heel goed. Heel goed. Dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, lekker hè? Het was geen chaotische podcast dit keer. Het was geen chaotische podcast. Ik vond haar heel relaxed. Ik vond haar zeker relaxed. En wat ik ontzettend leuk vind, is dat met al haar achtergrond en met alle moeilijkheden die zij vlak na dat boek heeft meegemaakt, dat Toon Hermans toch haar favoriete dichter is. Ja, wat echt geweldig, hè? En dat ze ook meteen begon, want ik wil die gedichten voorlezen en ik heb ze ook meteen in mijn telefoon staan. Dat maakt echt wel wat los. Dat vind ik wel leuk, dat ze er zo in zit dat Toon Hermans haar favoriet is. Ik had ook wel verwacht dat ze wat geslotener zou zijn vanwege bedreigingen en zo, maar ze praat echt overal over haar zusje en over haar nieuwe boek. Leuk. Echt heel erg leuk. Ja, en ik heb wel in die podcast heel kort meegemaakt dat de
titel van het boek, Ik ga leven, dat doet ze echt wel. Nou, ja, dat is geweldig. Zeker. Dat vind ik echt top. Dus ik vond het een hele leuke podcast. En een ambassadeur voor de bibliotheek. Zeker, hè? Dankzij zeker. De bibliotheek staat ze waar ze nu staat. Ja, wat mooi hè, dat zij ook weer, hè, we hebben al eens eerder podcast met mensen in die bibliotheek gehad. Hè, maar dat zij dus gewoon de hele kindercollectie gelezen had. Ja. En dat zo'n bibliotheekmedewerker dat niet voor niet kan voorstellen. Had, prachtig. Hè? Maar ook dat zij vanuit zichzelf zegt, ik ben gewoon de ambassadeur ja, voor bibliotheken. Ja, geweldig. Echt ja. goed. Ik vond het een leuke ja, podcast. Dank ik ben je wel. Heel benieuwd. Ja. Jij bedankt. Nou, gaan we weer. Doei. Jullie deden het ook erg goed. Ja, ook goed.